welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Ella. En vandaag hebben we een challenge die we nog nooit gedaan hebben, namelijk omgekeerd verstoppertje. Normaal zoekt één iemand naar meerdere personen, yeah. Maar nu gaan meerdere personen naar één iemand zoeken. Oké. Okay. Hier op deze gesloten school. Bladsteen schaar. Oké. Ik win, wat wil zeggen. En jullie hebben hetzelfde, dus jullie zijn het zoekteam. Het zoekteam. Ja, okay. Er is wel één regel. Jullie mogen niet opsplitsen. Celine en Ella denken dus dat ze verstoppertje gaan spelen en dat ze met twee personen mij gaan zoeken. Maar eigenlijk ga ik gewoon Celine en Ella pranken, want ik heb ervoor gezorgd dat er in deze school, de school is daar, maar ik ben nu nog uit de video, er loopt een horrorclown rond op deze school, maar Ella en Celine weten van niets. Maar dit is lang geleden. Ella, hoeveel likes gaan we? We gaan voor 16.000... 160 likes. 16.160? Ja. Ja. Dat moet lukken, denk ik. Ja, dat denk ik. Oké, okay, en nu mogen jullie zoeken naar mij. Ik heb stress omdat jullie met twee gaan zoeken. Dat is nog nooit gebeurd. Ja, je moet wel je best doen. Oké, okay, kijk, we zijn klaar. Peace! Voilà. Veel succes! Ja. Jij ook, hè. Tot straks! Doei! Tot nooit, natuurlijk. Gaat hij naar beneden of niet? Doei! En Ella had 2 minuten lang gewoon tellen, of wat? Momenteel sta ik dus in de klas. Ik heb een supergoede verstopplek. Maar kijk eens wie daar staat. Oei. Oh ja, Ella houdt de wacht buiten. Dat is wel slim. Want je weet, gaat hij naar speelplaats of zo. Hier gaan ze mij nooit vinden. Jij kent die school hier supergoed. Dus ik vraag me af, waar kan Michiel zich verstoppen? Want hij is echt overtuigd dat hij een goede plaats heeft. Denk jij ergens van, oh, ik weet misschien... In bepaalde klaslokalen. We hebben zicht op de speelplaats. 1 minuut! Is 1 minuut voorbij nu? Oké. Okay. Nog 1 minuut te gaan. Verstop je maar goed. En hoe klein is dit toilet? Niet normaal toch? En Ella gaat ondertussen, auw, dat piept, een boodschap schrijven. Ella! Nee! Niet doen! Oh. Au! K-R-A. Krap. B. Krap, oh ja. Deze. Ah! Mooie pijl. We zijn ondertussen 2 minuten verder, dus het is tijd om Michiel te zoeken. Yes, oké. Okay. Let's go. We gaan de klas uit. En het is hier echt muisstil. Dus het is wel een beetje eng en hopelijk lukt deze prank. We komen! Oké, maar is er 1 trap naar beneden gaan of 2? Dit is de eerste klaslokaal. Hey, van mijn! Echt of niet? Oh, ik dacht even. Stel je voor. Dat is wel echt. Wow, record. Er zijn hier echt al heel veel ruimtes, heel veel kleine plaatsen. Echt van alles, dus we moeten heel goed kijken. Maar ik denk dat het hier wel safe is, dat er hier niemand zit. Tenzij in de kast. Nee. Ik heb de deur opengezet. Zo denken ze dat hier niemand zit. Hallo! Hallo! Is er iemand? Niemand! Ah. Ik vind het zelfs eng. En ik weet al dat hier een clown zit. Dit is klaslokaal nummer 2 en hier is hij ook niet. Dus ik denk dat we met de trappen naar beneden moeten. Hier achter de trap misschien? Licht aan. En... Nobody. Dit is de deur om naar buiten te gaan, maar die is gesloten, dus hij zit niet op de speelplaats. Ik hoor echt niemand. Het is echt eng. Hoe ver kunnen ze zijn? Ofwel zoeken wij heel slecht, ofwel zitten we nog op een plaats waar we nog niet hebben gekeken. Hallo? Hallo? Als je van Celine houdt, maak je een geluid! Maar hier bij mij zijn ze nog niet en de school is duidelijk in vakantiemodus. Echt geen idee waar ze zitten. Michiel heeft echt wel een goede plaats gevonden volgens mij, want ja, we vinden hem niet op het eerste zicht. Moet ook wel, maar we zoeken met 2 en nog steeds vinden we hem niet. We zitten in het volgende klaslokaal en hier is er superveel ruimte om je te verstoppen, maar echt niet normaal. Ella, we hebben geen tijd om spelletjes te spelen. We moeten zoeken. We horen iets. Hallo? Is Michiel hier? Ik
Céline en Ella, dus nu ben ik aan het ontsnappen. Let's go. Het wordt echt te eng. Ella wordt agressief. Ik heb voeken bijna. Ella wordt agressief. Clown, ga weg! Olivia, de dansprinses. Ik denk dat we hier moeten blijven, heel de video. Maar is Michiel verstopt of niet? Ik ben helemaal in de war. Die had dat gefilmd hebben, hè. Ik heb een nieuwe verstopplek. En zoals jullie kunnen zien, is er niet veel licht. Zo zit ik hier dus. En kijk, dit is de klas die momenteel leeg staat. En daar is de deur. Ik ben er niet goed van. Ja, ik ben zo bang dat hij hier gewoon staat, maar dat hij niks moet doen. Ik wil naar... we zitten hier ook gewoon. Maar wat doen we of daar... Oké. We gaan gewoon naar daaraan. Kijken of het toe is. Zo niet, dan gaan we gewoon naar beneden. Gaan we terug naar hier. Naar boven hier. Mm-hmm. Maar die is te groot, toch? Ja. Oké, daar is de deur dus. Gaan een verhaaltje lezen. Ja, verhaaltje voor afleiding. Ik zit nog steeds. Toen jij aan het schijnen was naar je hand, ik zag dat je hand helemaal aan het trillen was. Maar ja. Ik zag echt een hele rode schijn. Ik heb net het gordijn open gedaan. Nu heb ik wat licht. Wij zijn de zoekers, maar kijk ons hier staan. Wij verstoppen ons. Maar ja, logisch toch? Er is een clown die ons wil pakken. Ik heb Michiel 100% gezien. Kom. Maar ja, en nu gaan we gaan kijken, staat daar een clown zeker? Ella, nee, ik durf niet. En? Zie je iets? Ella, je weet dat als die clown er nu voorspringt, dat je gaat verschieten. Céline en Ella staan dus buiten en ze hebben mij gezien. Ik denk dat ze komen, maar langs hier kunnen ze niet binnen. Zie je die clown? Ah! Ik zei het zo, hè, dat die clown niet komt. Zie je? Zelfde raam. Oh nee, okay. Ja, oké, okay, maar... Oh, misschien had hij dat pak ook aan, dat weet ik niet. Dat Michiel dat pak aan heeft. Kan ook wel zijn. Oh nee. Hij loopt daar. Ik ga Céline en Ella snel pranken. Kijk. Wacht, ik moet zien of Michiel is. Wie is dat? Een clown! Help! Een clown! Oh, dat is bijna gevallen. Help, een clown! Hoor je, Michiel? Wie is die clown? Moet je ons weer verstoppen, denk ik. Okay. Michiel passeerde net en riep... Een clown! Oftewel is Michiel de clown en hij doet hij gewoon al de hele tijd nep. Oftewel is er een clown waar hij mee heeft afgesproken en waardoor dat die clown hem helpt, dat we hem niet kunnen vinden, maar hij heeft net geroepen, help een clown. Ja. Dus dan heeft hij oftewel onthand. Ik sta hierboven. In een supermooie klas. En Céline is mij aan het zoeken, maar ze vindt mij niet. Hallo! Ik snap er niks meer van. Echt niet, ik ben helemaal in de war. Ella denkt dus dat ik de clown ben, maar ik ben niet de clown. Kom, nu de clown! Wat? Wat was hier?
Dat was wel grappig. Oké, okay, dat was hilarisch. Oh. Ah. Maar pas had die clown hier achter ons staan en ons had afleiden, denk ik. Ella denkt dat ik de clown ben, maar ik ben toch veel te groot. Daar is Michiel, daar is het. Twee aparte personen. Dat is Michiel niet. Blijf niet, want die... Ja, kijk, die clown staat daar. Misschien moeten we die clown bang maken. Gaan we naar de clown? Oh, maar die clown is veel te snel weg. Oh. Nu heb ik wel geluk, want de clown die staat beneden. En Ella heeft de clown gezien en ze heeft mij op hetzelfde moment gezien. Ik ben niet de clown, mensen. Waar is de clown? Ga naar binnen. Hij komt straks naar buiten. Zit hier boven, dat kan niet, hè. Ze zijn zo bang dat ze mij niet meer durven zoeken. Michiel? Nee. Laat maar je maken. Naar die klas. Of wat? Hier? Ja, het is veilig. Oh, stop! We zijn alleen. Oké. Okay. Ella voelt zich veiliger buiten. Het is moeilijker om hun te zoeken dan om mij te zoeken, denk ik. Michiel is daar. Het is oftewel de clown. Oh, dat is Michiel. We hebben Michiel, maar even serieus. Ben je alleen of niet? Hoe is het met jullie? Niet zo goed. Nee. Hebben jullie schrik? Ja, ik heb heel veel stress en ik voel me hier niet veilig. Oké, okay, maar jullie hebben het wel goed gedaan. Jullie hebben mij gevonden. Dus de challenge zit erop. Wat was dat lawaai? Welk lawaai? Stop! Ik doe toch niks? Hebben jullie nu schrik van... Gaan we naar buiten? Ja, de challenge is gedaan. Jullie hebben mij gevonden. Zien? Ja, die kwart... Oh. Ik hoor iets. De challenge is gedaan. Nee, dat is niet de uitgang. De uitgang is langs daar. Kom maar door. Voilà, amai. Waar? Ze nu aan het lachen. Ze nu... Nee. Oh! Ah. Dat kan toch niet? Stop. Hij ontsnappen langs de raam. Kan toch niet? Ella, misschien zie... Misschien zien jullie dingen die er niet zijn. Ja, ik zal eens gaan kijken. Kijk. Staat daar een clown? Nee, er staat daar niemand. Het is toch gewoon verstoppertje? Ja, een clown. Wat dachten wij? Dat is gewoon verstoppertje. Ik ben mijn bandje kwijt. De clown heeft een bandje. Ik ga hier eens kijken voor jullie in deze klas. Kijk achter de deur. En ik zal eerlijk zijn. Ik zal zo doen. Nee, niet achter de deur. Oké, nee, hier is de clown niet. Ik zal hier zelf blijven staan. Niet doen! Uh-oh, wie durft te kijken achter de trap? Uh-oh. Céline en Ella zijn de hele tijd aan het zoeken, maar... Clowntje! Wat is dit? Hoezo ben jij niet bang? Ben je op de hoogte van de clown misschien? Nee, ik heb de clown al gezien. Hij ziet er niet zo eng uit, vind ik. Hier kan de clown overal zitten. Uh-oh. Ja, ik wist ook niet dat jij zoveel schrik had. Ja, maar als het dat echt... Allee, maar die zag er toch gewoon normaal uit? Zoals in het dolop, dan weet je... Ik denk boven, ja. Ja, boven. Die komt naar beneden. Ze gaan toch eens beneden kijken. Ja, die was naar boven. Ja, wie weet zijn er drie clowns. Als we nu van boven iets horen... De clown die is ondertussen weer weg. Tenzij als we hem plots daar tevoorschijn zien komen. Maar ik moet jullie één ding vertellen. Ik heb ervoor gezorgd dat er hier een clown was. Het was dus niet gewoon verstoppertje. Ik wilde jullie pranken aan het laatste. Jij bent ook een keer een camera gaan halen. Ja. Jij bent gewoon de clown gaan halen. Ja. Oh. Toen we hier aankwamen, dat was dus heel goed. Ah, dat was dus heel moeilijk. Au. Oh, de eerste keer dat we die clowns halen. Ik hoorde jullie zo luid roepen, maar ik hoorde zo hard dat jullie eerst de clown gingen zien en dan pas mij. Ja, dat is gelukt. Hopelijk vonden jullie dit wel een leuke video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!